We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond, meer in het binnenland, kunnen op enkele plaatsen mogelijk perioden met lichte regenbuien voorkomen. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich lokaal nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het droog weerbeeld dominant. Op enkele plaatsen bestaat mogelijk een lichte regenbui die soms gepaard kan gaan met windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan worden met buien die soms gepaard gaan met windstoten.